In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Lisa. Zij is verslaafd aan neusspray. Snuiten of ophalen? Snuiten. 2 of 10 keer sprayen? 10 keer sprayen. Stomen of spoelen? Spoelen. Verstopt of loopneus? Loopneus. 1 of 2 neusgaten? 2 neusgaten. Kan je eens een beetje uitleggen hoe je nou echt verslaafd bent geraakt aan dit spul? Ik was heel jong, ik was 12 ongeveer, of 13. En ja, ik werd gewoon net als iedereen wel eens verkouden wordt. Ja, dan werd ik verkouden en ik dacht, nou, neusspray maakt je neus weer vrij. Ja. Dus ik heb het op dat moment gebruikt. Met het idee dat ik niet verslaafd zou worden, denk ik. Ja. Ja. Want toen gebruikte je het dus 1 keer en toen hielp dat. En hoe zette dat toen verder? Ik gebruikte het toen destijds nog niet zo heel veel. Dus ik denk dat het toen misschien nog wel 1 flesje in de 2 maanden is of zo. Maar wanneer merkte je dan dat dat meer werd? Op een gegeven moment dan blijf je verkouden. En dan blijf je het elke keer meer spreiden. Dus dan wordt het steeds heftiger. Dan word je steeds meer verkouden, heb ik het idee. Dus toen was je al zo jong en toen had je al eigenlijk dat je soort van aan de lopende band verkouden was. Ja. Klopt. Ja, eigenlijk moet je dan ook uit gaan zoeken waarom je ook verkouden blijft. Dat is heel belangrijk. Maar ik was hartstikke jong, dus wist ik veel dat je er verslaafd aan kon raken. Het is heel onbewust. Het zit gewoon in je nachtkastje en denkt, oh, nou, vol neus. Pak even neusspray. En wat was dan het eerste moment waarop mensen wat meer doorkregen dat er dus iets aan de hand was? Dat ze het zagen, denk ik. Want het was eerst op de middelbare school. Toen nam ik het ook mee naar school. En dan ging ik bijvoorbeeld in de gym pauze bijvoorbeeld sprayen. Dus waarom doe je dat, weet je wel? En dan op een gegeven moment denk ik het gewoon veel, dus dan valt het op. Dus dan ga je wel vragen krijgen. Van wie kreeg je vragen dan? Ja, van klasgenoten bijvoorbeeld, of docenten. En wat zei jij dan? Dat ik een volle neus heb, dus dan gebruik ik neusspray om het open te krijgen. En wanneer werd het dan echt aan de lopende band sprayen? 16 jaar ongeveer wel. Ik werd echt heel onrustig als ik het niet bij me had. Dus ik moest het echt wel in mijn zak hebben. Als ik ergens ging slapen en kwam achter dat ik geen neusspray had, dan word ik echt gek. Dus dan belde ik op mijn vader, ik heb geen neusspray meer. Ja, op dat moment dan ga je wel eens zeggen van, ja, je bent echt verslaafd. Wat zei jouw vader dan als je hem dan zo opbelde en je sliep ergens en je had het niet? Ja, die vond het echt heel stom natuurlijk. En kwam die het dan brengen? Ja, ik bleef ook gewoon doorzeuren op dat moment dan. Ja. Was je wel heel koppig? Ja, was heel koppig. Wat gebeurt er als je het niet gebruikt? Dan voel ik heel onrustig. Ja? Is dat nu bedoel je? Dat het nu is? Nou, heb je het nu niet gebruikt? Ja, 8 uur 's ochtends, voor laatst. Dus nu ben je onrustig? Nee, nu nog niet, want nu kan ik nog wel prima ademen eigenlijk. Oké, doe eens dan door je neus. Zie je, het voelt best wel goed. Ja, hoe vind je dat ik nu door mijn neus adem? Nee, dan zou ik wel mijn neus al snuiten. Ja? Ja. Word je hier nu zenuwachtig van, dat mijn neus een beetje vol zit? Nee, dat niet. Oh. Nee. Als mijn eigen is dan wel. Ja? Ja. Maar leg eens uit in je geest wat er gebeurt als je het niet gebruikt. Dus wat voel je dan? Ik word heel onrustig als ik het niet heb gebruikt. En dan krijg ik een verstikt gevoel. Dus dan word je daar weer heel zenuwachtig van. Dan word ik heel druk, heel hyper. En wat gebeurt er dan fysiek eigenlijk bij je als je het niet gebruikt? Nou, mijn neuslijmvliezen die worden eerst opgezwollen. Dus dan krijg je al een soort verstrikt gevoel, gestikt gevoel. Ja. En dat gaat langzamerhand naar je borst toe, gek genoeg. Dus dan krijg je een heel druk gevoel op mijn borst. Dus echt alsof je een beetje stikt. Ja, dus dit zwelt dan helemaal op bij je neus. Klopt. En daardoor kan je moeilijk ademhalen. Ja, klopt inderdaad. Ik zit me in te beelden van wat gebeurt er als het bijvoorbeeld de nacht is, de winkels zijn dicht en jij hebt het niet. Nou, ik ben dan wel eens naar een nachtapotheek geweest. Die heb je ook nog. Ja. Ja, ik dacht, ik heb geen neusspray meer. Dus toen heb ik mijn vader gevraagd en ik heb geen rijbewijs. Maar ja, als je verliefd naar het ziekenhuis brengen, want ik kan echt niet zonder. Maar en wat zei jouw vader toen? Zei hij van, ja, ik heb er echt geen zin in, maar ja, ik doe het wel voor jou. Maar dan kan je dus altijd neusspray halen, want de nachtapotheek is gewoon wel een ding. Ja, klopt inderdaad. Hoeveel gebruik je? Ja, ik ben er niet heel trots op, echt zeker niet, maar ik gebruik nu echt heel veel, 5 flesjes per week. 5 per week? Mm-hmm. Oh, en hoe vaak dan neem je dan een spreetje? Ja, overdag is het nog wel te doen op zich, dan is het niet zo heel veel, maar in de nacht vooral, ja. Hoe doe je dat dan in de nacht? Ja, ik word heel vaak wakker, denk wel om de... Dan 3 uur, want dan lig je dus. En ik weet niet waarom dat ermee te maken heeft, maar als je ligt is het nog heftiger. Ja.
snak je echt nog meer naar adem. Dus ik word echt heel veel in de nacht wakker. Zo, maar even, zeg maar, hoeveel tijd denk je wel niet dat je kwijt bent aan, ja, aan deze neussituatie? Heel veel. Vooral in de nacht, ik hou ook helemaal niet echt rust. Is die ene stof ook verslavend of is dus de hele werking van het middel verslavend? Nee, het stofje is echt verslavend. Dus eigenlijk ben je verslaafd aan xylometasiline, heet het dan. Dat is het stofje waar je dus het verslavend maakt. Dus je neuslijmvliezen dus... eerst je bloedvaten die krimpen en dan op een gegeven moment als het dan weer uitwerkt, dan zwellen je neuslijmvliezen weer op. Hebben mensen uit je omgeving door dat je verslaafd bent? Ja. Want je bent het dus nu nog steeds? Ja. Zit je dan nu op een soort van je piek van alles? Of? Ja, nu wel. Het is nu echt heel heftig. Hoe gaat dan nu jouw omgeving daarmee om? Mijn ouders vooral. Die weten het eigenlijk nu alleen een beetje. En mijn vriend natuurlijk. Ja, die vindt het allemaal heel irritant. Die zien het ook heel veel. Die zien ook hoeveel ik gebruik. Dan vinden ze het echt niet normaal. Dus na elke spuitje die ik dan neem, zegt ze... Doe even normaal en junk. En... Ja. Ja. Voel jij je ook een soort van junk hiermee? Ja, ja, wel, ja? Een neusvleetjunk. Zo word ik ook wel eens genoemd. Maar toch ook het gekke voel ik dan dat het een soort van nonchalant klinkt. Terwijl het eigenlijk natuurlijk wel heftig is. Ja, klopt. Ja, het is echt niet grappig. Ik heb er nu ook wel, denk wel mentaal heel last van. En wat vind je er dan mentaal lastig aan? En dat je er continu mee bezig bent elke dag. Oh, hoe lang nog, wanneer kan ik nog volhouden? En ja, dat is gewoon heel vervelend. En ik met ruiken bijvoorbeeld, ik was met mijn moeder in de parfumwinkel. Ruik deze parfum en zeg ja, mijn neus. Ik dacht, oh ja. En hoe serieus neemt je omgeving het dan? Ja, ik denk wel serieus. Dat wel. Alleen, ik denk ook niet dat iedereen het begrijpt. En wat begrijpen ze dan niet? Nou, snappen de neusspreeverslaving zelf niet heel erg. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat het in je hoofd zit. In mijn geval niet. Ik denk wel dat je je gek maakt op een gegeven moment, maar je is wel echt nodig. Want je neus zit wel gewoon dicht. Ja, dat vind ik altijd wel een beetje vreemd als mensen dat niet heel erg willen geloven, denk ik. Ja, dat het bijna lijkt alsof je je aanstelt, ja, terwijl jij zegt mijn fysieke reactie zit echt is gewoon... Niet in je, ja, ergens denk ik wel, maar het zit niet per se in je hoofd, denk ik. Nee, het is juist de fysieke reactie waar je op reageert. Klopt. Ja, en dat begrijpen ze niet allemaal echt. Is je neus niet helemaal kapot? Ja. Ja? Ja, het is heel pijnlijk. Als je het elke keer beweegt, dan voel je het ook elke keer trekken. Dat voel je nu ook? Nee, nu op het moment nog net niet. Maar als ik dus spray, dan doet het weer... Dan, door die wondje wordt het weer dikker elke keer, heb ik het idee. Want is het ook zo dat je dan op een gegeven moment... Of is het een fabeltje? Dat je dan een soort van je hele neusschotje... Nee, volgens mij is dat een fabeltje, denk ik. Het kan hoor, maar dat is bij mij niet zo. En heb je dan ook wel eens last van een bloedneus of zo ervan? In het begin heel veel, maar nu niet meer. Naast dat neusspray helpt om te kunnen ademen, weet je eigenlijk of er nog iets anders bestaat? Weet ik veel, een of andere operatie om dus het te kunnen verbeteren? Ja, als ik het goed zeg, heet dat een Melon-methode, zoiets. En dat heb je toen gedaan? Ja, klopt inderdaad, dat heb ik gedaan. En wat hebben ze toen gedaan? De neusschelp verkleind. Dus als ik het goed zeg, verbrand. Oh, dus dan hebben ze echt een soort van de verdikkingen misschien verbrand? Ja, je zegt goed, denk ik inderdaad. Maar volgens mij begreep ik dat het wel een tijdelijke oplossing was. Het kan voorkomen dat het natuurlijk dat je het gewoon altijd gewoon goed blijft. Maar ja, als je het even pech hebt, dan kan het weer teruggroeien. Nou ja, of dat misschien is het toen een stukje kleiner geworden. Maar als je dan weer neusspray gaat gebruiken, kan het dus ook weer dikker worden. Ja, klopt. Dus je hebt eigenlijk het idee dat die operatie dus niet heeft geholpen? Nee, denk ik niet. In het begin wel. En ik was er volgens mij 5 maanden vanaf, zoiets. Dat was wel lang. Ja. Maar ja, je gebruikt weer neusspray. Het is eigenlijk heel stom voor mij. Het is ook mijn eigen schuld. Alleen, ja. Maar en zou je dan niet weer die operatie willen doen en dan hopen dat je er vanaf kan blijven? Ik ben wel 2 weken geleden naar de kanoarts geweest. En die zei van, we gaan niet hetzelfde meer doen als wat we al gedaan hebben. Maar we gaan nu uitzoeken wat er dan nu aan de hand is. Of wat we nu kunnen doen voor je. Wat is nou de invloed ervan op je dagelijks leven? Happen naar lucht. Dat is heel vervelend. Ja, je moet elke keer weer naar die neusspray-flesje grijpen. Want het wordt elke keer heel zwaar. Het is echt heel zwaar nu voor mij. Ja. Het is helemaal niet om te overdrijven. Het is gewoon... Ja, ga eens naar als je niet meer kan ruiken of kan proeven. Heb je ook nooit een nacht dat het dus niet aan de hand is? Nee, nooit. Dus je hebt altijd gebroken nachten daardoor? Ja, eigenlijk wel. Bizar toch, dat je dan zo... Dat je zo'n heftig gevoel kan krijgen bij een product wat gewoon in de kruidvat staat ook. Ja. Je mag het ook niet langer dan 7 dagen gebruiken. Dat zegt ze ook altijd gewoon netjes. Ja, en elke keer weer moet ik het zelf door. Heb je nog vragen over neusspray? Zeg ik, pak maar even een stoel. Ja. Dan. Ja. Ja, zoveel vragen. Ja.
Hoe lang gebruik je het nu? Dus op hoeveel jaar zit je nu? Ik denk wel 9,5 jaar. Wat vind je dan nu echt het meest vervelende vooroordeel wat hier nu over speelt? Of stel je niet zo aan of het zit echt helemaal in je hoofd. Net als roken, want het is totaal niet van, oh, even lekker spreken. Totaal niet, het is echt heel vies zelfs. Maar ik denk ook dat er wordt soms bijna een beetje grappig over gedaan. Ja, ik ook. Toch? Ik lach ook heet over, ach, weer neuspray. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig. Want ik beïnvloed gewoon mijn leven. Ik ben de hele dag ermee bezig. Ik heb geen nachtrust. Ik ben de hele tijd gestrest van, oh, hoeveel flesjes heb ik nog? Is de drogist nog open? En ja, dat is wel zwaar. Ja. Het is dus eigenlijk wel belangrijker dat we hier veel serieuzer naar kijken, naar dit middel. Ja. Toch? En dat we er wat minder lacherig over gaan doen. Eigenlijk wel, inderdaad. Ik lach ook elke keer om, maar het is totaal niet grappig. Nou, daarom extra knap dat je hier zit. Ja, nee, zeker. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer je op ons kanaal, like de video en druk op het belletje als je niks wil missen. Nou, dat was hem. Yes. Ja. Hey, als jij een banaan eet, doe je dat dan bij de steel, maak je hem open? Of doe je dat dan via het kontje dat je hem zo opent? Nee, via steel. Oh ja? Ja. Het schijnt dus makkelijker te zijn via het kontje.